kan, gaan we op. Ga maar gewoon rechtdoor. We gaan even een beetje door de stad rijden. Waarom gaat hij zo hard, Henkie? Hallo Skyers, mijn naam is Roy en welkom bij weer een gloednieuwe Roosterbaan aflevering op GTA 5. Eindelijk weer een keertje op mijn kanaal. Heb je er nou heel erg naar verlangd of heb je er gewoon enorm veel zin in? Doe dan alvast even dat blauwe duimpje omhoog en laat in de reacties weten wat jullie tof zouden vinden in de Roosterbaan aflevering. In ieder geval voor deze episode staat er op de planning dat ik ga werken bij de ambulance en bij het ziekenhuis. Komt namelijk door dat Marta daarin terecht is gekomen en ja, waarom zij daar ligt en wat er allemaal gaat gebeuren, dat gaan jullie uiteraard zien in de video. Wel kan ik jullie vertellen dat ik samen met Henkie uiteraard naar het ziekenhuis ga. En verder, ja, moeten jullie het maar gewoon zelf ervaren. Ik wil jullie in ieder geval heel veel kijkplezier toewensen bij het kijken naar deze video. Oké, okay, Henkie, voorzichtig dat ja, ding op de brievenbus zetten. Ja, ja, Lasse. Je moet eigenlijk ook wel bescherming voor je ogen hebben, Henkie. Ja, nee, maakt niet uit. Ik doe het vaker zoals dit. Oh, ja. Vaker bij mijn auto's. Dan heb ik eigenlijk nooit de bril nodig. Oh, ja. Dus het gaat goed zo? Ja, ja, ja. Het gaat helemaal goed. Oh. Oké, okay, nou, top. Je houdt de telefoon gaan, hè. Ik ga de telefoon wel even pakken. Is goed. Dan vertrouw ik jou wel dit toe. We hebben wel opzicht, hè. Ja, oh, zo, ja. Snel, inderdaad. Ja, oh, ja. Zo. Hallo, goeiedag met Roy. Roy, hou je brutaals vast. Dit is echt verschrikkelijk. Wat is er, Frederik? We hebben nu laminaat laten leggen boven, weet je wel. En dat is schijnbaar niet verstevigd. En Marta die liep naar boven en ze is zo door heel het plafond heen gezakt. En het lijkt wel of dat ze heel de voeten staan scheef. Dus we hebben haar naar het ziekenhuis gebracht. En ik maak me echt zo'n zorgen om een schatje patatje. En ik weet echt niet wat ik nu moet gaan doen. Roy, help. Wacht even, Frederik. Terug. Marta is door de bovenverdieping gezakt. Ja, door de bovenverdieping in de prinsessenkamer. Hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen dan? Ja, we hebben dus normaal zeg maar 3 lagen beton nog liggen, maar die hebben we dus vergeten, want we dachten Marta is naar de sportschool geweest, die heeft veel gezwommen en zo, maar dat heeft niet geholpen en ze is gewoon door de bovenverdieping gezakt en toen landde ze dus beneden met recht op de voeten. Nou ja, en als je 500 kilo zeg maar op de 2 botten krijgt, ja, dat gaat niet goed. Nee, dat gaat inderdaad niet goed. Dus Marta ligt nu in het ziekenhuis. Ze is net naar het ziekenhuis gebracht en ik maak me zo'n zorgen. Ik kan helemaal niks doen. Ik heb al McDonald's gebeld. Oké, Frederik, blijf rustig. Ik ga je een tip geven. Dit moet je gewoon eigenlijk even doen. Ja. Ga ook naar het ziekenhuis, ja? En dan ga ik dit even aan Henkie vertellen. Die zal het waarschijnlijk ook niet heel leuk vinden. Ik vind dit trouwens natuurlijk ook niet leuk. Nee, snap en ik. En hopelijk kunnen wij dan wat voor jullie betekenen, oh, ja? Ik hoop het zo, Roy. Want wij gaan ons best doen. We komen, als we niks kunnen regelen, komen we in ieder geval even langs in het ziekenhuis. En als we wel wat kunnen regelen, dan zie je ons ook verschijnen, ja? Oké, dank je. Ga naar het ziekenhuis. Marta heeft nu nodig. We zien je straks, ja? Komt goed. Dankjewel, Roy. Oké, geen probleem. Tot straks, Frederik. Doei. Doei, doei. Nou, dat was ook een onverwachts telefoontje. Hoe ga ik Henkie dit vertellen? Hij is zo vrolijk vandaag. De lucht niet is blauw. Koud water is niet blauw. Henkie? Ja, oh hey Roy. Hij is klaar. Ja? Hij is klaar. Ja, Henkie, loop even mee naar binnen. Kom. Mooie dag vandaag. Ja. Henkie? Ja? Ik heb iets te horen gekregen net en dat vind jij waarschijnlijk niet zo leuk. Vind je niet leuk? Wat bedoel je? Nee, dat vind je niet zo leuk. Niet leuk, Roy? Ja, Frederik belde net. Oh, Frederik. En Marta is door de bovenverdieping gezakt. Door de bovenverdieping? Ja, Marta is heeft een beetje overgewicht, toch? Dat weet je wel, hè? Ja. En die is dus door het nieuwe laminaat dat ze boven hebben aangelegd in de prinsessenkamer, daar is ze doorheen gezakt. Op de benedenverdieping en nu staan haar beide voeten krom. Oh, dus, nee niet. Ja, dus ze ligt nu in het ziekenhuis. Oh, ik wil naar haar toe. Ja, dat snap ik, Henkie. Maar, wat gaan wij nu doen dan, zeg maar? Gaan we er gewoon heen? Of? Ik wil erheen. Ik wil naar Marta toe. Kijk hoe het met Marta gaat.
Zullen we haar anders gewoon proberen te helpen? Denk je dat wij wat kunnen betekenen voor haar? Ja. Hoe zie je dat voor je? Gewoon helpen met oefeningen. Dat is gewoon helpen met de benen. Gewoon helpen met de benen. Ja. Oké, nou weet je wat het is? We hebben inmiddels natuurlijk wel een aardige cv opgebouwd. Ik bedoel, we hebben bij de politie gewerkt. We hebben auto's gemonteerd. Nou ja, we hebben aliens gevangen. Misschien dat ik met die prachtige cv van ons twee wel wat kan regelen bij het ziekenhuis. Zal ik gewoon het ziekenhuis opbellen waar Marta nu ligt? En dan vragen of ze misschien nog misschien een stageplek of een werkplek voor ons hebben. Dat wij Marta kunnen helpen op die manier. Ja, ik wil naar Marta toe, ja. Zal ik dat gewoon even proberen dan? Ja. Oké. Dan ga ik wel even het ziekenhuis bellen, ja? Ja. Loop je mee? Ik wil luisteren. Oké. Zo, welk nummer was het ook weer? Heb je die ergens staan? Ik weet het, volgens mij. Dat is... Ah ja, hier. Jij hebt hier zo'n mooie kalender hangen, maar daar heb jij ook al die nummertjes op geschreven. Ja, dat is helemaal vergeten. Even kijken. 6, 4, 2, hier. Opzitten. Dit is hem. Ja, dit is hem. Nou. Zo. En enter. Telefoon gaat als het goed is over nu. Hallo, u spreekt met het ziekenhuis. Hoe kan ik je helpen? Hallo, met Roy. Henkie, neem eens een beetje afstand, joh. Luisteren. Zo kan ik toch niet bellen? Ik toch niet bellen. Hallo? Ja, sorry, mevrouw of meneer. Ik weet het eigenlijk niet. Goeiedag in ieder geval. Met Roy, is Marta daar? In uw ziekenhuis? Wie is Marta? Kan niet missen. Enorm groot. Ze noemt, best wel breed, dik. Ik denk ook dat zij met een speciaal voertuig naar binnen is gebracht. Ja, dat kan wel klappen, hè. Er werd net iemand in een vrachtwagen geleverd. Iets met voeten of zo, gezakt. Ja, dat kan kloppen, ja. Voeten, ja. Ja, die is hier aanwezig. Wat is het daarmee? Henkie, ga nou even aan de kant. Spijt me. Oké. Ja, sorry hoor, mevrouw. Meneer. Ik vroeg mij af. Wij hebben namelijk een enorm goede cv. Is er misschien een mogelijkheid dat wij daar kunnen helpen met Marta beter maken? Komen helpen wat? Wil je hier werken of stagiair of wat wil je? Ja, één van die twee. Maakt me niet zo heel veel uit. Ja, dan verbind ik u eerst even door met de dokter. Die kan je hierbij verder helpen. Daar kan ik niet veel aan doen, oké? Oké, dank u wel. Ik verbind u nu door met dokter Tinus. Dokter Tinus? Ja, dokter Tinus, onze beste dokter. Is goed. Komt-ie. Hallo. Hallo, met dokter Tinus. Hoe kan ik u van dienst zijn? Hey, dokter Tinus. U moest ik net hebben. Ik hoorde dat u de dokter bent in het ziekenhuis. Waar Marta ligt. Oké, top. Ik vroeg mij wat af. Ja? Marta is een hele goede vriendin van mij. Die ene die met de vrachtwagen was gebracht? Dat speciale vervoer. Ja. En ik vroeg me af, ik heb... Henkie, kom op nou. Ik hoor nog dokter Tinus. Ja, dit is dokter... Wie is dat? Ja. Nee, niks, dat is mijn kat. Kat, miauw. Ja, miauw. Henkie, nou naar buiten jij. Ik ben even aan het telefoneren. Oké, zo. Ja, dokter Tinus, ik ga verder. Wij hebben een hele goede cv en ik zou graag bij u even willen helpen met Marta. Want wij zouden ook eigenlijk een keertje een kijkje in het ziekenhuis willen nemen. En nou ligt ook nog eens een hele goede vriendin van ons in het ziekenhuis. Dus dat is natuurlijk al helemaal dan. Dan kunnen we dat gelijk meenemen daarin, zeg maar. Dus zouden wij stage/een werkplek bij u kunnen krijgen vandaag? Ze zijn vandaag even bij ons afgezegd, dus we hebben zeg maar nog maar één plek over. Eén plek? Eén plek, ja. Oké, ja, Henkie telt toch niet echt voor één. Heeft u wel eens gehoord van 1 is 1 gratis? Ja, dat wel, ja. Of 1 plus 1 gratis? Nou, als u mij zeg maar neemt vandaag, dan krijgt u er 1 gratis bij. Maar die heeft u zeg maar niet, die hoeft, ja, die is er zeg maar wel, maar u zult niet heel veel last van hem hebben. Gaat om Henkie.
Mag dat? Alsjeblieft. Moeten we nog wel even misschien in kijken. Maar ik weet het zelf nog niet zeker. Ja, ik neem hem wel gewoon mee. Dan kunt u zelf oordelen of het een goede is, ja? Ja, is goed. Ja, mag ik? Echt waar? Ja hoor. Oh, u bent geweldig, dokter Tinus. Dat was hem, hè? Ja, geen probleem, meneer. Oké, dan komen we er zo aan. Dan heeft u daar ook dokterskleding en zo voor ons? Ja, dat ook wel, ja. Oké, top. Dokter Tinus, dank u wel en tot zo. Tot zo. Doei. Doei. Oké. Wat een zakelijk mannetje was dat, zeg. Hij heeft ook een hele saaie vent, trouwens. Hey, Henkie. Ja, dat ding even weg. Oh, ja. Zo. Henkie. Ja? Goed nieuws. Goed nieuws. Oh, jeetje. Ik mag stage lopen bij het ziekenhuis. Jij? Ja, en jij gaat gratis mee, zeg maar. Oh. Als soort van... Jotem, gaan we naar Marta toe. ja, we gaan dus naar Marta toe. Oh, heb jij je auto al klaarstaan en dat soort dingen? Ja. Oh, ik wil gewoon. Want Marta ligt in het ziekenhuis en Marta heeft ons nodig, hè, Henkie? Moeten wij nog iets meenemen? Oh, nee. Oh, nee. Marta, ze hadden daar al dokterskleding als het goed is. Dus we kunnen daar gewoon rechtstreeks naartoe. En dan gaan wij Marta even helpen. Oh, wat een mooi licht heb je eronder gezet, trouwens, Henkie. Nou, dan gaan we dan. Let's go naar het ziekenhuis. Je weet waar het is, hè? Ja. Oké, daar gaan we dan. Nou, Henkie, we zijn er. Ken jij dit ziekenhuis? Heb je deze wel eens een keer gezien? Nee. Zo te zien zijn ze wel aan verbouwing toe. Of ze zijn al in de verbouwing. Moet je kijken hier wat de puinhoop hier is. Ja, wow. Moet je kijken. Het lijkt wel alsof je aan het lassen bent daar. Jeetje, Mina. Nou, daar staat hij in ieder geval. Oh, daar staat de dokter. Even netjes melden bij de balie. Heel goed, denk ik. Ja. Hallo, meneer. Hallo, meneer. Bent u dokter Tinus? Ja, nu zijn jullie vast wel Roy en Henkie. Ja, dat klopt. Ja. Oké. Ja. En wij komen voor Marta. Ja. Ja, Marta ligt daar zo. Ik loop. Ik laat jullie het wel even zien. Ja, top. Oké. Dokter Tinus. Dit is dokter Tinus, Henkie. Ja, oh, wacht. Tinus. Kijk, daar ligt Marta. Kom. Oh, wat? Marta. Hé, daar zijn jullie. Oh, kijk, visite, daar zijn ze. Het is gevreemd. Hey, Marta en Frederik. Marta, hoe gaat het? Gaat het goed met je, Marta? Ja, kijk maar naar mijn voeten. Oh, die staan echt. Zie je daar je linkervoet staat gekram, ja. Ze zijn zo dik dat de slippers niet meer uit kunnen. Het is vreselijk. Heel erg. Oké. Oké, jeetje. Hey, Marta, waarom lig je eigenlijk niet op zo'n lekker bedje? Dat is toch veel lekkerder, Marta? Ja, dat past niet. Zie je daar achter? Daar ben ik vanaf gevallen. En die daar rechts ook. En die daar rechts ook. En ja. En toen uiteindelijk hebben ze jou hier op de grond gelegd. Ja, want mijn voeten, dat is zo pijnlijk, ik wil niet meer staan. Hey, je kan in ieder geval wel lekker lucht hier. Waarom is deze muur of fruit open dan? Nou, kijk, je weet toch wel die grote garage bij ons thuis? Daar was het heel makkelijk, want daar was Marta ingevallen, zeg maar, naar beneden. Ja. En daar kon ze dus heel makkelijk met de vrachtwagen worden opgehaald. Maar de voordeur hier bij het ziekenhuis, ja, zeg maar 5x5, daar kun je het niet doorheen brengen. Dus ze hebben een hoogwerker van de brandweer laten komen. En hebben ze Marta naar binnen gebracht hier. Dus ik moest even de hele boel openslopen hier. Oké. Dus daarom is het zo'n zooitje hier binnen. Ja, dat kun je wel stellen, maar het kost wel wat dukaten, maar ja. Oké. Dat moet voor mijn schatboot. Ja, oké. Oh, nou, ik vind het wel tof in ieder geval, Felix, dat je zoveel om haar geeft. Dat je erbij bent en dat je erbij gaat zitten. Ja, dat is waar. Ja, snap ik. De pijnstillers beginnen uit te werken. Ik voel het weer. Oh jee. Henkie? Waar is Henkie? Nee, is Henkie nou alweer naar huis? Henkie! Hij was toch net hier, of ben ik nou gek? Ja, hij stond naast jou. Hij was hier, ja. Tinus, weet jij waar Henkie naartoe is? Ik dacht dat ik hem weg zag lopen. Oh jee, het is weer zo ver. Oh, Henkie. Nou, Tinus en Frederik en Marta, ik ben zo terug. Ik ga even op zoek naar die Henkie, want... Succes, hè. Ja, oké. Dokter, mag toch wat pijnstillers? Ja, probeer eens nog even je been een beetje omhoog doen. Ja. Voorzichtig, hè. Nou, even kijken. Waar is die Henkie nou weer naartoe? Even kijken, hier kwamen we volgens mij binnen. Ja, hier kwamen we binnen, dat weet ik zeker. Hier heb je die palie. Geen Henkie. Nou. Naar links. Nee. Naar rechts. Nee.
Waar is die vent nou weer? Echt, altijd is die Henkie weer weg. Gewoon, dat is... Je hoeft je maar één keer eventjes om te keren en hij is alweer weg. Het is gewoon ongelooflijk hier in de snoepwinkel. Nee, nee, dat is het ook niet. Niet zo, nee. Bali. Ah, daar hebben we hem alweer met zijn hamer. Oh, 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 oh. Henkie, wat ben je aan het doen? Oh, hey, hoi. Ja, ik zag een kleine kras hier in de muur, dus ik dacht eventjes weg. Oh ja, dus je hebt even die kleine... Ja, ik dacht, het moet wel netjes hier blijven, weet je. Oh, ja, ja, ja. Nee, snap ik. Ik snap alleen niet, Henkie. Ja? Dit is een van de weinige muren die nog aardig intact is gebleven. De rest is hier één grote zooi. En dan ga je die muur monteren. Wat is dat nou weer dan? Er zat een klein krasje op. Er zat een klein krasje op. Ja, en die moest even weg. Ik vond het helemaal niet mooi, dat krasje. Zo'n mooie muur dit. Nou goed, Henkie, kom. Want Marta en Freek hebben ons nodig. We komen hier tenslotte om te werken, hè? Weet je nog? Oh ja, werken. Oh, we gaan gelijk op. Heel goed. Ja, af en toe is dat een beetje moeilijk voor jou, hè? Er is veel rommel hier al. Oh, deur. Ja, kom gewoon die kant op. Kom. We gaan even naar de dokter toe. Want die wil waarschijnlijk wel dat wij eventjes... kijk, daar hebben we Frederik. Die heeft zijn golfclub. Ja, ik was onderweg naar de golfclub. Maar ja, toen hoorde ik dit verschrikkelijke nieuws. Ja, ach, ja. Oh, laten we ook gewoon hier liggen. Nee, ik pak hem al. Hier, Frederik. Dank u wel. Alsjeblieft. Ja, die kan je toch niet zo laten rotslingeren in het ziekenhuis, hè? Die toch wel bij deze rotzooi. Moet je kijken, joh. Oh, hey, rustig aan, liefje. Marta, het komt goed. Blijf liggen, ja? Ga ik toch? Blijf liggen. Oké, dokter Tinus. Ja? Ik denk dat wij wel... Het lijkt me heel tof om dokterskleding eventjes aan te doen. Heb jij die voor ons? Ja, die heb ik klaargelegd bij de receptie. Kom maar mee. Oh, mooi. Nou, kijk. Enkie, kom. We gaan dokterskleding aan. We zijn zo terug, Freek en Marta. Jotten. Kom. Die kant niet weer weglopen, hè, Enkie. Je blijft nu even bij ons. Oké, mooi. We lopen even mee met deze meneer en wij gaan even dokterskleding aan doen. Die kant op. Zo. Niet zo snel, meneer. Nou, ik heb mijn outfit aan, hoor. Ik vind hem nogal zakelijk. Anders dan die outfit die ik Tinus heb gezien. Maar goed, ik vind hem wel leuk. Ik vind hem wel een mooie outfit. We gaan maar eens kijken wat Henkie ervan heeft gemaakt. Die zou trouwens hier aan het omkleden zijn. Henk, hij is toch niet weer... Superhelden hier nou. Daar heb je Henkie. Henkie! Hey Roy, moet je zien. Er zijn hier superhelden. Superhelden? Daar ook. Ja, leuk. Hey, waar is je outfit? Ja, ik wou een andere outfit aan. Er past er geen eentje, dus ik heb maar mijn petje opgedaan. Een petje opgedaan? Ja. Oh ja. Ik pas er geen andere. Weet je wat, hopelijk vindt hij niet zo erg. Wat vind je van mijn outfit? Vind je het mooi? Zo'n stropdas. Ja. Dat is netjes. Beetje zakelijk, hè? Beetje netjes inderdaad. Dat is zo een hard boom boom ding om je nek. Ja. Precies. Ja. Dat gebruik ik op de oren altijd. We gaan naar Marta toe. Die heeft ons nodig, hè? Ja. We gaan kijken of we haar kunnen helpen. Ja. Oké, Tinus gaat ons waarschijnlijk wel wat uitleggen en zo. We kunnen het natuurlijk niet alleen doen. Ja. Hallo, Tinus. Wat vind je ervan? Vind je van outfit? Ja, dat vind ik wel goed uitzien. Maar waarom heeft Henkie geen outfit? Ik pas er geen eentje. Maar ik heb... Nu dat jullie net zijn... Je bent niet zo let op Henkie, hoor. Want Dat jullie net zijn, heb ik mooie taak voor jullie. Kunnen jullie mooi Marta helpen met de rek- en strekoefeningen? Awesome! Ja. Is goed. Frederik, mag je een foto's aanmaken? Moet ik gewoon haar been gaan strekken en dat soort dingen en proberen met haar te lopen? Ja, of? Dat precies, okay. Ja. Oké, is goed. Okay. Dan, dag Tinus. Wat ben jij aan het doen nou, Frederik? Nou kijk, ik dacht dat ik een vallende ster zag, maar dat kan helemaal niet. Er zijn geen sterren. Nee, dus wat was het dan? Ja, dat weet ik, dat we de moeder even bedenken, daar zit ik over te filosoferen. Misschien een schaapje! Oké. Hey, Marta. Ja? Wij gaan rek- en strek oefeningen doen met jou. Oh, rek en strek? Oh, ja, rek en strek oefening. Nee, jij gaat ook helpen, Frederik. Oh. Jij gaat ook helpen, niks sterkte. Wacht even. Oké. Ja? Ja, wat kun je wel? Niet zoveel. Hoe gaan we het aanpakken? Oké. Ik ga wel als jij.
Oké. Henkie, jij maakt aantekeningen, ja? Ja, is goed. Ik zeg wel of alles goed gaat. Oké, wat is punt 1 op het lijstje, Henkie? Wat moeten we als eerste doen? Ja, 1 is natuurlijk de voeten, die moeten even gestrekt worden, hè. Die moeten even los... Geen losse polsen, maar losse enkels. Freek, als jij dan even over haar heen kan hurken, als het ware, dan kan jij dat het beste, denk ik, doen. Ja, ik denk dan ga ik wel even meekijken bij Henkie, want je weet hoe het gaat altijd met die vent. Ik moet ook helpen. Oké, vooruit. Kun je je tenen bewegen? Je doet zeer. Ja! Henkie, de eerste is negatief. Ja, de eerste is negatief. Negatief? Ja. Oh, die slippers, die moeten ook uit eigenlijk. Ja, maar die zijn vastgegroeid in haar benen. Haar voeten en haar slippers zijn één geworden. Die krijgen we niet uit. Dat is ook een negatief. Dan moeten we even waar heeft ze eigenlijk last van eigenlijk precies? Ze heeft van de benen last, toch? Of van de voeten? Ja, voeten. Ja. Voeten. Ja, mijn voeten, kijk er hoe scheef. Oh. Volgens mij is stap 4 haar recht opzetten. Zie ik dat goed? Ja. Oké, moet je even een ijskraam bakken. Nee, kom. Nee, kom, die kan wel overeen. Kom op. Oké, Marta. Even dit bord weg, hoor. Oh. 1, 2... Oké, blijf staan. Marta, kom. Marta. Roy. Roy. Ja, ik doe mijn best. Ja. Wat is er, Henkie? Ik moet even plassen. Ja, oké, wacht even. Blijf maar even liggen, Marta. Henkie. Plassen. Kijk me even aan. Ja. Jij gaat niet in het ziekenhuis ergens monteren, hameren. Nee, is goed. Is goed. Plassen. Whatever, oké? Is goed, ja. Beloofd? Ik ga gewoon plassen. Gewoon even plassen. Oké. Ja. Nou, succes. Sorry. Als dat maar goed gaat, hè, Frederik. Om je binnen te gaan liggen, niet daar kijken buiten, beneden. Ja, inderdaad, dat moeten we niet hebben. Oké. Ik krijg gewoon een aardbeving. Oké, Marta, dan nu. Oké, we houden je vast. Een rechte been omhoog, kom op. Loop nou, doe stel je niet aan. Kom op. Het doet pijn. Oké, komt-ie. Ja, heel goed. Kijk, dat zijn de eerste stapjes. En dan nu... Oké, zullen we gelijk voor de ultimate gaan? Ik zal nog even helpen, wacht. Marta, ja? Aan het einde van deze ruimte hangen 3 hamburgers. Nee, Marta, nee! Marta, terug. Die kant op. Die kant op. Kom, terug. Marta, terug, kom. Oké, Marta, als je terugloopt, ligt er een King Deal XL menu. Waar ligt die dan? Ik zie hem niet. Marta! Ja! We laten die wel weer optakelen! Oké! Hang on! Blijf liggen daar! I'm hanging! Oké, mooi, blijf liggen! Nou, ik vind dat die Henkie wel weer heel lang weg blijft trouwens van de wc. Jij, Henkie maar zoeken, ik zorg wel dat dit geregeld wordt, mijn excuses. Oh, ja, maakt niet uit. Oh, Marta, wat maak je er weer een potje van, zeg? Hey, daar zullen we het hebben. Ik heb Henkie weer zien lopen lasseren hier zo in het gebouw. Dus je hebt nu nog maar 2 keuzes. Of jij blijft hier alleen en met Marta helpen en Henkie moet weg, of jullie gaan alle 2 weg. Wat heeft Henkie gedaan? Hij liep te lasseren hier zo in het gebouw. Henkie? Ja. Draai eens om. Ja. Wat heb jij gedaan, Henkie? Ik ging lassen. Kon je het weer niet laten, Henkie, om gewoon 1 keertje eventjes niets te monteren? Ik moest zo erg plassen, dat ik gewoon het woord plassen in mijn hoofd had. Toen hield ik de pijn weg, toen had ik in 1 keer zin om te lassen. Oh. Nou goed. Meneer, dan gaan we maar naar huis, denk ik. Waar is Marta? Ja, die ligt beneden. Maar wacht, Henkie, jij wilde toch nog graag in een ambulance zitten? Ja, ik wil zeker nog in een ambulance zitten. Zullen we dat dan nog proberen? Meneer, mag dat dan alsjeblieft nog even in de ambulance? Ja, dat vind ik wel goed, dan ben ik tenminste van jullie af. Oh ja, nou dat is waar ook. Henkie,
Ja? Je hebt echt super veel mazzel. We mogen nog in de ambulance, oké? Okay? Oh, Jansen, ik heb zoveel zin om in de ambulance te zitten. Nou, Frederik, Frederik. Komt weer helemaal goed, hè? Denk ik, hoop ik. Frederik is nou, stil. Ja, ik ben hier een beetje stil van. Ik denk, ik ga het alleen maar achteruit. En ik ga jullie maar jullie ding doen. Ik hou jullie op de hoogte. Ja, is goed. Oké, Frederik, sterkte. Sterkte, Frederik. Dank je wel. Nou, dan gaan we maar naar de uitgang. Ik denk dat daar de ambulances staan. Wat denk jij? Ja, vast wel. Ik heb zoveel zin om met de ambulance te gaan. Ja, ik ook. Oké, laten we rennen. En Kie. Ja, er ligt zoveel troep hier al. Ja, dat is waar. Oké, let's go. Nou, Enkie, ik heb mijn ambulancekleding al aan, zie je dat? Zie je het? Oh, mooie kleding. Ja, die is wel mooi, hè? Ja. Oh, nou, oké, als het goed is, Enkie, ja? Zou hier de ambulancepost moeten zijn. Haha, kijk. Maar, oh, hier. Hallo. Kijk. Hallo, ik ben Pieter Jan van de ambulancezorg. Hallo, aangenaam, hallo, mijn naam is Roy. En dit is Enkie. Jantje, hallo. 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 Nou, zal ik jullie eens wat vertellen over de allereerste ambulance ooit? Ja, nou graag. Die is in 1907 gemaakt. Oh. Ja, het leek een beetje op een lijkenwagen. Ja, er stond zo'n rond blauw dingetje op het dak, dat gaf wat licht. Ja, die lampen op de voorkant, de hoofdlampen, die staken heel erg uit. Oh. Dat was een Ford Country. Zaten er ook 4 takmotors in toen al? Ja, die zaten er tegenwoordig ook al in. Ja, oh. Dit is interessant inderdaad, zeg. Ja. Oh, je hebt er zoveel zin in. Oh, jatten. En wat gaan we doen vandaag, meneer? Ja, ik ga jullie meenemen op een dienst. Dus laten we gaan. Oké. Enkie, kom. Enkie, stap jij maar achterin. Ja, dan ga ik al voorin. Oh, jatten. Ja. Oké, nou, top. Zo. Oké. Let's go, denk ik. Laten wij gaan. Nou, ik zet even mijn portofoon aan. Dan kan ik meldingen ontvangen als die er zijn. Ja. De motor aan, zo. Oké, ja. Nou, die staat aan. Dan kunnen we nu als het goed is ook meldingen ontvangen als die er zijn. En dan gaan wij rond. De 1092, bent u daar? Ja, ik ben er. Waar kan ik u mee helpen? Ik heb voor u een melding op de Wispy Mount DR12. Van een bezorgde oma over kind. Het zou niet goed gaan. En hoef je even te plaatsen, we gaan ter controle. Dit mag A1 over. Oké, dat ga ik doen. Nou, dan mag je daar dat knopje in klikken, dat blauwe knopje. En dan gaat dit knopje? Ja, oh. Oké, ja, komt-ie. Hey. Nou, Henkie, we gaan naar de eerste melding toe. Zie je mij zitten? Ik jou wel namelijk. Hey. Oké, daar gaan we dan. Hoppakee, de eerste keer met sirenes, joh. Oh, sirenes. Dit is cool. Nou, let's go. Naar een kind was het, hè? Ja, okay. Het was een kind en die werd onwel, dus we gaan even kijken. Oké, let's go. Zijn we er, meneer? Ja, we zijn er bijna. Het is het huis hier rechts. Oké. Oh, hier wel. Kom. Hallo mevrouw! Hallo! Wat is er aan de hand? Hallo! Wat is jouw naam? Hallo, ik ben Pieter Jan van de ambulancezorg. Hallo Pieter Jan. Wat heb jij gedaan, jongeman? Nou, oma die heeft de spullen laten verslingeren. Kijk, dit ding hier, dat stond aan. Ik zie allemaal leeuwen! Oké, kunnen jullie eventjes naar de ambulance toe? Blijf eens even hier! Help dan, kom jij eens even hier. Wat is jouw naam? Lopen jullie eens even naar de ambulance toe en halen jullie eens even die medicatiekoffer? Ja. Nee, ik blijf wel hier trouwens, bij het kind. Ik blijf wel even letten op het kind. Ja, wat is er? Waarom bent u kaal? Omdat ik mijn hoofd kaal geschoren heb. Je moet je baard op je hoofd plakken. Dat helpt. Dat heeft oma ook gedaan. Oh! Doe jij het even niet zo brutaal? Het spijt mij, maar wat gaat er nu gebeuren met mij? We gaan jou waarschijnlijk medicatie geven. Want ik denk dat jij niet helemaal... Je bent niet helemaal optimaal nu, zeg maar. Ik voel ofwel? Prima. Oh, dan hoef jij eens even hier staan. Dan ga ik jou even een spuitje in je arm geven.
Daar ben je niet bang toch voor? Nee. Oké. Okay. Komt hij dan eventjes je mouw iets omhoog? Ja. Ja. En dan hij begint al pruimlipjes te krijgen. Ja. Okay. Oh. Ja, ik zie het al. Ik heb hem eens geprikt. Nou, dan doen we even het andere arm. Ja, oké. Okay. De ader. Oké. Okay. En dan ga ik hem toedienen. Ja, het zit erin. Goed. Ja? Weer een uurtje. Grote jongen. Dat zou een werking zijn. Maar... Goed zo. Dat heb je netjes gedaan. Mag ik met jullie mee? Nou, oma is gemeen. Helaas niet. Doe eens even lief! Ik mag van oma niet op de bank springen. Nee, dat is... Doe het. Ja. Nee. Nee, dat is trouwens verder niet aan ons. Mevrouw, het zal een uurtje duren en dan is het uitgewerkt. Dag, baard, meneer. Dag. Hoe heet jij eigenlijk alweer? Dat mag ik niet zeggen, mijn vreemde mensen. Doei. Oh. Nou, prettige dag nog verder. Fijne dag nog, mevrouw. Dank u wel voor het helpen. Geen probleem, we gaan er weer vandoor, hè? Dag. Waar was Henky trouwens? Ja. Ik ga mee. Oh. Nou, ja, je weet het. Het is 5 uur, hier hebben jullie de sleutels en de spulletjes. Jullie redden nu wel. Oh. Gaat het goed? Ja. Ga maar snel naar binnen, kom. Snel naar binnen. Oké, het is geregeld. Henkie, wat ben jij nou aan het doen, Henkie? Niks. Oké, de auto is toch niet weer iets speciaals geworden, hè? Nee, het is gewoon een vlekje. Oh ja. Nou. Maar meneer, wat gaat u doen? Ja, ik ga nu naar huis toe. Einde dienst voor mij. Het is 5 uur. Hier hebben jullie de sleutels. Jullie lukt het wel. Denk ik. We mogen zelf. Oké. Ja, nou prettig. Nou, als dat maar goed gaat. Nou, fijne dag. Ja, u ook. Mag ik rijden? Nou, vooruit. Stap achter het stuur. Jotten! Stap achter het stuur, snel, kom. Oh. Daar gaan we, ja? Is goed. Ah, jeetje, man. Sirenes even uit, Henkie. Sirenes even uit. Rij maar gewoon rechtdoor. We gaan even een beetje door de stad rijden. Zo. Waarom gaat hij zo hard, Henkie? Waarom gaat hij zo hard, Henkie? Henkie! We zijn een... Henk. Hoe ben ik dit? Ja! Okay. Mooi, de stad in, Henkie. De stad in? Oh, okay. Je hebt hem toch wel weer een ietsie pietsie sneller gemaakt, hè? Ietsie pietsie mee zit ik land, ja. Oh, waarom nou toch altijd? Nou. Oké, nou, we gaan wel even toeren door de stad. Nou, Henkie, bevalt het je al een beetje, zo rij je in ambulance? Zo'n mooie ambulance, dit. Ja. Echt. Oh, echt prachtig. Ik word gebeld. Rudy! Eamon! Wacht, ik zit je helemaal op de lucht. Hey, Rajiv! Hey, Henkie, wat ben je aan het doen? Ja, ik zit in de ambulance momenteel samen met Roy. En wat doe je in de ambulance? Wat heb je gedaan? We zijn gewoon aan het werken. Kijk hier, nog een ambulance. Hey, heel mooi. Werk je dit bij de ambulance? Ja, ik werk momenteel even bij de ambulance. Ik zag ook wel even mooi uit, want daar kwam hier net een kind binnen. Ja? Het was wel irritant, jong. Maar hij koopt een donut. Hey! Ja? Ja, donut! Ja, hij koopt die donuts die hij ook leuk vindt. Maar ik weet niet wat erin zit. Maar dat kind is gek, man. Hij redt door die hele zaak heen. Hij gooit alles kapot. Ik heb hulp nodig. We komen eraan, Chief! Hij maakt alles kapot. Al mijn cola, al mijn kippies, alles. Oh, man! We komen eraan, Chief, al vol! Alles aan de kant, kom op, Henkie, snel er naartoe! Hallo, man! Henkie, hou me heel, hè! Ja, niks hoor, Rajiv, gaat goed! Oké. Oh, nee! Oh, weer een boom, paal, ding! Ik weet al meer over, waar blijven jullie? Ja! We komen eraan! Dan lopen mensen weg, dat is allemaal bang! We komen eraan, Rajiv! Ik hoor jullie, denk ik! Oh! Rajiv! Wat doe je, man? Ja, kom hier. Hey, pas op! We komen eraan, Rajiv! Kijk dat kind! Dat is weer dat kind! Dat is hetzelfde kind! Hallo. Ben jij nou weer zo druk? Wat is er nou met jou? Nou, kijk, zie je deze donut hier?
Oh, ja, donut, je had hem! Nee, zou we maar afblijven. Mijn donut! Maar, ja. Kijk, oma die vond dat ik goed bezig was, dus ik heb oma haar portemonnee gepakt en ik ben hierheen gegaan en ik heb die donut gepakt en ik heb er eentje opgegeten en nu ben ik helemaal terug! Oh nee, stop! Stop! Nee. Hier blijven! Okay, stop! Blijf met donuts af! Pak hem! Blijf met donuts! Blijf met donuts! Henkie! Henkie, pak je visnet! We moeten hem vangen! Vang hem! Vang hem! Vang hem! Oh, nee, ga weg! Hé, we hebben hem ingesloten. Stop! Jij staat vast! Stop! Mijn donut! Jij staat vast! Nee, je bent eng! Oké! Wat zeg je? Moet jij corrigeren, de tik of zo? Rajiv, rustig! Achteruit! Rajiv, laat hem dit afvangen! Kom aan, donut vangen! Stom. Oké, okay, klein kind, hallo, mag ik je naam weten? Wat wil je? Mag ik je naam weten? Nou, ik ben Spencer. Spencer, oké. Okay. Spencer, heb jij toevallig het telefoonnummer van je oma bij je? Nee. Die heb jij wel, dat weet ik bijna zeker. Waarom zou ik dat er nu geven, meneer? U hebt een of andere clownspak aan. Nee, dit is een ambulancepak. Maar geef maar gewoon. Nou, daar kan ik wat mee. Ja, nou, alsjeblieft. Ja, top. Oké, dan blijf jij hier even staan. Ja. Dan ga jij samen je passie met donuts delen met Henkie. Ja? Ja, ja. Henkie, kom wel even deze kant op, toch Henkie? Hé, hey, Henkie, kom eens hier. Heb je donuts? Ja, ik was even dit raam aan het schoonvegen. Wat zie je dat, man? Hij moet van mijn donuts Goed. Henkie, ga jij even de passie met donuts delen met hem? Nee. Met Spencer? Ja, dat is jouw lievelingsdonut en dan? Dan ga ik even zijn oma bellen, oké? Okay? Oh, nee, hier blijf, hè? Wat? Gewoon even spelen met Henkie. Oké. Okay. Even voor de zekerheid, jullie moeten wel betalen, oké? Okay? Ja. Okay. Ja. Oké, okay, Rajiv, mag ik even gebruik maken van je telefoon? Ja, wacht, deze telefoon werkt niet, wacht. Oh. Kijk, hier ligt mijn supermobiel, hier, tussen de vlees, pak maar. Oké, okay, top, zodat dankjewel. Het niet gestolen wordt, weet je. Nou. Eventjes oma bellen dan. Zo. Als het goed is dit het nummer. En de telefoon gaat over. Nou. Hij komt terug. Hallo? Heeft hij me nou een verkeerde nummer gegeven? Hallo? Ja! Hey. Ja, ik heb haar aan de lijn. Mevrouw? Wie is dit? Ja, dit is de ambulancebroeder. Wat is er dan weer? Ja, uw kind loopt hier rond in de winkel en die is nogal lastig nadat hij een donut heeft gegeten. Ik pak er nog één. Dus hij heeft mijn donuts af! Ga weg! Mijn donuts! Doe eens rustig hier, man! Niet mijn donuts! Nou, de oma komt zo snel mogelijk deze kant op, oké? Ja, pas zo snel mogelijk aan! Oké, Rajiv's winkel. Oké, tot zo. Oké. Doei. Doei. Oh. Oké, Spencer. Als jij rustig kan blijven totdat oma er is, dan krijg je nog een donut. Hé, maar dan ga jij wel betalen, hè? Ik betaal die donut wel. Wat is uw naam, meneer de winkel, meneer? Mijn naam? Ja. Mijn naam is Rajiv, man. Ik heb geen geld, sorry Rajiv. Heb geld. Rajiv, blijf rustig. Ik heb geld. Oké, we wachten even op oma en dan ga jij mee naar huis, ja? Oké, goed. Nou, even wachten dan. Nou, volgens mij hoorde ik je oma toeteren net, dus ik denk dat oma er is. Dat weet ik helemaal niet. Dan krijg jij, je bent tot die tijd rustig gebleven, dus jij krijgt je welverdiende donut. Yes. Ja? Welke wil je hebben? De roze? De roze. Niet de roze, nee, niet de roze. Lekker. Oké. Hé, rustig. Hallo, we gaan dit... mevrouw. Hallo, mevrouw. We gaan het even rustig doen. Kom hier deze kant op, Henkie en Spencer. Steen, papier, schaar gaan jullie doen. Ja, okay. Wie er wint, die mag kiezen welke kleur donut Spencer krijgt. Oké. Komt ie, ja? Steen, papier, schaar. Kies voor mij, dankjewel. Ja, dit is een beetje vals. Spencer in de auto, nu! Okay. Jij gaat gelijk naar bed toe! Nou, Henkie? 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 Wee! Stap de auto uit! Henkie, wat is er nou? Hij heeft mijn donut gepakt. Ik wou die donuts. Ja, Henkie, die liggen nog zat donuts, oké? Okay? Kom, we gaan de ambulance in, want we moeten die donuts. Ik denk dat zij denken Ja, Rajiv is weg, denk ik. Waar is Rajiv inderdaad?
Nou, die is wonderbaarlijk verdwenen. Nou, neem er eentje mee dan. Okay. Dan betalen we straks wel aan Rajiv. We wonen toch om de hoek. 1, 2. Oké, okay, ja. En dan gaan we de ambulance even terugbrengen, oh, ja? Ja. Kom. Ik denk dat we dan mooi... Kijk, de zon gaat bijna alweer onder. Het is alweer avond. We gaan die ambulance dus even terugbrengen, ja? Naar de ziekenpost. Oké, okay, mooi zo. Wat een chaotische dag, zeg. Echt niet normaal. Oei. Oh. Oké, okay, nou, daar gaan we dan. Nou, Henkie, als het goed is, als jij hier onder doorrijdt en dan naar rechts gaat, dan zouden we er moeten zijn. Ja, hier zo, hier zo, hier zo. Oh, dat is een boom. Ja. Oh, oké. Okay. De bewaker heeft gelukkig niks gezien. Dus, oh, hey, Marta. Hey, hallo. Marta en Frederik. Oh, hallo. Hey, is het gelukt? Ja, ze heeft medicijnen gehad en het gaat een stuk beter. Dus we gaan nu een stukje lopen. En dan gaan we kijken hoe het gaat. Maar wat ik mij afvraag, waar staat jouw auto binnen? Ja, ik wou zo snel mogelijk wou ik hem parkeren, weet je. Ik was zo bezorgd op Marta. Die stond hier toch helemaal niet net? Jawel. Is die hier naar binnen gesleept? Toen jij je was omkleed, had ik hem snel hier gezet. Want anders kon ik hem niet meer terugvinden. En dan was ik bang dat hij weg zou zijn. Vorige keer bij het politiebureau was hij toen ook weggesleept, weet je nog? Ja, inderdaad. En nu staat hij veilig binnen. Dat is wel slim dan. Maar jullie gaan naar huis lopen dan dus? Ja, wij gaan een stukje lopen en als dat goed gaat, zeg maar, dan gaan we of naar huis. En volgens mij gaat het helemaal prima. Ja, goed. Helemaal top. Marta, ik ben heel erg blij voor je. Ja, ik ook. Dat kun je wel zien. Ik ga naar vast op. Oh, jee. Medicijnen doen rare dingen met mensen. Doe rustig aan, hè, onderweg. Ja. Het wordt avond, dus... als er iets is, bellen, hè? Ja, komt goed. Oké, nou, wij gaan ook weer naar huis. Henkie, niet in je neus spelen. Dat is een beetje vies. Dat is fijn, maar ik gooi het wel een beetje smerig. Ja, godverdamme. Oké. Ga je naar huis? Ja, zij gaan ook naar huis, wij gaan ook naar huis. Henkie, kom, het is mooi geweest. Mijn mond. Waar is dokter Tienes? Is die er niet meer? Ja, die zou alweer aan het opereren. Dokter Tienes, als je me hoort, bedankt, tot ooit. Doei. Waar is Henkie? Oh, daar is Henkie. Oké. Okay. Nou, Henkie, we gaan weer naar huis, ja? Is een leuke nacht. Ja, sowieso. Het was echt leuk bij Marta. Marta, Frederik stond daar nog. Ja, inderdaad. Als dat maar goed gaat. Nou, goed. Wij gaan naar huis. Ik denk dat we een leuke dag hebben gehad bij de ambulance. Ja. Denk ik jij? Zeker. Leuk. Toch veel leuke dingen gedaan. Ja, we moeten even snel de snelweg opkomen, hoor. Oh, dat doe je zo. Fantastisch. Nou, goed. Wij gaan naar huis. Let's go. Oké, beste kijkers, dat was hem dan alweer, de Royzoekbaan aflevering op GTA 5. Hopelijk hebben jullie er allemaal van genoten. Zo ja, smash dan dus eventjes die blauwe duimpjes massaal omhoog. En abonneer mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Verder kan je me volgen op de social media. Die linkjes kun je allemaal vinden in de beschrijving, zoals altijd. En check jullie graag weer bij de volgende video morgen om 4:30. Laters!